Ik had nooit gedacht dat ik dit ooit zou zeggen op 7D-TV, maar haken is hot en al helemaal niet voor oma's. Welkom bij 7D-TV. Leuk dat je kijkt naar 7D-TV, waarin ik gesprek ga met ondernemers, groot en klein. En vind je het leuk om die te volgen, dan abonneer je op 7 tv Als je op YouTube kijkt, hieronder klik op de abonneerknop, klik ook op het belletje. mis je helemaal niks meer. En als je naar de podcast luistert, abonneer je daar op Spotify op het andere kanaal waar jij je podcast luistert. Ja, ik had het over Haken. Dat is namelijk hot. En met de Haakspot timmert deze Gen zier aan de weg om de creatieve community voor jongeren te bouwen. En ze is hier bij mij, Paula Vaakam. Paula, van harte welkom. Ja, haken is hot, hè? Ja, zeker. Uh, we gaan het er zo meteen over hebben. Hoe lang ben je al met haken in haken? Eigenlijk pas 2,5 jaar. 2,5 jaar. Uh, we gaan het er zo meteen over hebben. Maar eerst, um, je bent Gen Zier ook. Dus ik heb jou. Ik vind, ja, ik vind het leuk om je hier te spreken als gewoon Paula en uh, Haakspot. Daar gaan we het echt over hebben. Maar Gen Zers, daar hoor je nogal eens wat over. Dus ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Ik noem even een aantal dingetjes. Dan don't shoot a messenger. Hè. Dat zijn dingen die ik dan hoor. Hè. Niet die ik vind, hè? Um, ze zijn lui en ongemotiveerd, ze kunnen niet hard werken. Ze zijn uh, onrealistisch en te idealistisch in hun ambities. Ze zijn verslaafd aan social en ze willen alles meteen. Zijn dat, al, zijn dat vooroordelen? Um, ik... ik herken ze bij mezelf niet, maar geen ik snap van, dat geen van het alle? wordt. Geen van allen? Nee. Alle? nee? nee. Wat, ben je dan een, je een typische Gen Z of ben je daar niet mee bezig? Als wat jij noemt typisch Gen Z is ben ik denk ik niet een typische Gen Z'er. Omdat, neem nou, er is best wel veel over te doen in het, uh, met name in het professionele landschap. Hè, als het gaat om werk. Ja. Uh, wat vind jij van die discussie, die generatiediscussie? Uh, vind ik lastig. Al... Ik vind het sowieso lastig om mee te praten over iets waar ik mezelf totaal niet mee identificeer. Dus mm. uh, zijn verwend, zijn lui, zijn uh, verslaafd aan social media en denk ik, ja, ik heb dat zelf niet. Dus mm. ik snap dat het een probleem kan zijn voor werkgevers. Um, maar als ik om me heen kijk, dan valt het ook best wel mee. Ik heb wel een groep mensen om me heen die zelf ook heel gemotiveerd zijn om er echt wat van te maken. Die ondernemend zijn. Um, die echt wel handen uit de mouwen steken. Dus. Zijn, er, hebben jullie, zijn jullie een, een generatie die mazzel heeft of pech? Of hoe zie jij jouw positie als we kijken naar wat er allemaal om ons heen gebeurt? Als ik het vergelijk met mijn ouders, heb, zijn wij een generatie die heel veel mazzel heeft. Want? Um, ik heb het heel easy. Alles wat ik wil kan. Niks is gek. Um, en, en ik heb best wel wat ideeën over hoe ik wil dat mijn leven ingericht wordt. En alles wat ik in gedachten heb, dat kan. Als mm. ik maar mijn best daarvoor doe. Vroeger was dat wel anders. en had je dromen en kon dan kon dat gewoon niet. Want nou, als ik over mijn ouders spreek, uh, volgens de kerk mocht het niet. Of uh, mm. ja, hun ouders waren ook weer super streng. En ik ben wel heel vrij opgevoed. Dus, maar waren ze gelovig? Ja. Erg. Mijn opa en oma. Ja. Ja. ja, ja. ja. Of ze erg streng geloof ik. Streng gereformeerd, streng, ja. Oh streng gereformeerd, ja? Ja. Oké. Okay. Um, waar komen dan... En toch wordt er een beeld geschetst. Misschien is dat media, weet ik niet hoor. Maar van best wel een generatie die heel erg veel uh, problemen heeft in die zin van... En dan met name het buzzword burn-out. Uh, en dan gaan oude mensen al zeggen... jullie die zijn niks meer gewend. En uh, een beetje druk. En dan raken ze al burn-out en zo. Waar komen die burn-outs dan vandaan? Ja, ik vind het heel eerlijk gezegd lastig om die vraag te beantwoorden. Omdat ik herken dat absoluut niet. En ik... Zie en hoor het wel bij mensen om me heen. Ik denk dat. Um, waar ik me wel in kan vinden. is dat juist omdat er zoveel mogelijk is. dat je ook het gevoel hebt dat je alles moet doen. Mm -hmm. En op het moment dat het niet lukt. dat je dan het gevoel kunt hebben van falen. Um, en juist omdat je zoveel kunt doen. is het lastig om je te focussen op iets. om te zorgen dat je datgene ook echt bereikt. Mm -hmm. um, maar. Ik denk dat burn-out ook iets is waarom je het steeds meer hoort... is omdat er ook meer ruimte is om erover te praten. Yeah. Dus wat ik net ook zei, van mijn ouders hadden het lastiger in die tijd. Er was ook minder aandacht voor mentale gezondheid. Um, je sprak dat soort dingen gewoon minder snel uit. Ik okay. weet dat mijn oma was gewoon geen prater... omdat als ze erover ging praten, dan was het klagen en dat deed ze niet. Hm. Dus... Dus wie weet heeft ze wel zes burn-outs gehad zonder dat ze over gesproken heeft. Misschien wel, of misschien ja. weet ze het zelf niet eens. Dus dat, ja. Ja, ja, dat is wel totaal anders vergeleken met toen, ja. ja. Wat heb jij uit jouw... Zo bedenk dat we de haakspot hebben, hè? Maar ja, wat, wat, wat heb jij meegenomen? Vindt het altijd interessant om een beetje... Want ik vind het interessant klinken uit zo'n zeg maar, zo nest of opgroei waar je vandaan komt. Wat heb jij daar uit meegenomen als je nu naar je eigen leventje kijkt? Dat je altijd moet doen wat je leuk vindt. Echt... Echt. Uh, als ik mezelf vergelijk met bijvoorbeeld mijn zusje, wij komen uit een uh, geadopteerd gezin, dus we zijn allebei geadopteerd. En uh, we hebben twee Nederlandse ouders. Ah, oké. Okay. Um, en onze ouders hebben altijd gezegd: het maakt niet uit wat je doet. als je maar voelt dat dat is wat je wilt doen. En ze hebben ons wel altijd gestimuleerd om daarin de beste keuzes te maken. Dus een opleiding af te maken, um, een baan te vinden die bij je past en niet een baan die alleen maar leuk is, zeg maar. Ik moet wel ook hmm. toekomstperspectief hebben. Maar wij um, hebben wel altijd heel erg meegekregen van... Uh, doe wat je leuk vindt en dan komt het goed. Doen adoptieouders meer hun... extra hun best? Dat weet ik niet. Ik, je zou ja. het misschien denken van wel, maar ik denk... Um, ik denk, voordat je gaat adopteren... dat je al een bepaalde keuze hebt gemaakt in het leven... om uh, je op een bepaalde manier voor je kinderen te geven. Mm -hmm. Want het is een totaal ander iets... dan als je zelf uh, mm -hmm. biologisch kinderen krijgt maar mijn ouders en ik kan niet voor andere adoptieouders spreken, maar mijn ouders hebben mij altijd volledig omarmd als hun eigen biologische kind en dat heeft voor mij ook an nooit anders gevoeld. Ja, ja. En voor je zusje ook? Um, Wat zijn jullie? Ja, voor mijn zusje ook. Maar we zijn geen biologische. Uh, ah, oké. Okay. Jullie zijn verwanten. dus in Nederland zusjes geworden, zeg maar. Ja. Oké, okay. maar ja. waar kom jij de... waar, waar waar vandaan ben jij geadopteerd? China. En je zusje? Zij ook. Ja. Oké. Okay. Maar jullie hebben geen vanuit China geen is er geen connectie? Nee, nee, nee. We, ik kom zeg maar meer uit het noorden, zij komt helemaal uit het zuiden, dus. We lijken in geen enkel opzicht op elkaar. Ik lijk ook in geen enkel opzicht op mijn ouders. Nee, ik nee, ben nee. totaal anders dan zij. Is, is dat lastig? Dat je, hoe ga je om met je roots? Mm. Zij stap je dit hoor, van het gesprek. Maar het ja. gebeurt zo. Als je niet over wil praten, moet je het zeggen. Hè? Nee, is oké. Okay. Okay. Is okay. um, ik heb daar uh, wel last van gehad en bij vragen komt dat wel op. Um, vooral omdat er heel veel vragen zijn waar je geen antwoord op krijgt. Maar nee, ik, uh, het is ook niet mogelijk om daar antwoord op te krijgen. Nee. Nee, dus dat, is, uh, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ja, ja, ja. <laughs> maar uh, uh, laat ik het zo zeggen: ik ben zeg maar, op jonge leeftijd naar Nederland toegekomen. Um, mijn biologische ouders heb ik nooit gekend. En um, dat is altijd wel een groot vraagteken geweest. Ik dus snap. los van. Ik heb eigenlijk heel weinig dingen in mijn leven waar ik onzekerheid bij voel. Alleen dat is wel een van de topics waar ik dat wel uh, heel erg voel. En het komt één keer in de zoveel tijd komt dat terug. En soms is het groot en soms is het. Wat ja, kleiner, maar ja, dat lijkt, ja. Me, dat blijft pittig volgens mij. Van waar, waar, zitten die wortels en wat, ja, wat ja, zit Zet je wel haar. aan denken? Ja, snap ja. ik. Ja, uh, haken. Ja, ja? <laughs> haken. Want jij verstuurde mij heel brutaal mailtje. Ja. Uh, en, uh, nou ja, zo nu en dan dan, dan word je overgehaald. Uh, wat is haakspot? Haakspot is de plek voor jongeren om uh, opnieuw weer creatief bezig te zijn met hun handen. Offline, eigenlijk, dus uh, los van de telefoons, los van de schermen, zelf iets maken met je handen. En, dan en in haken. Dat geval, dit geval is het haken. En maar, hoe, uh, hoe kom je tot dat idee? Um, het idee is ontstaan eigenlijk omdat ik zelf tweeënhalf jaar geleden ben begonnen met haken. Uh, het was eigenlijk einde coronatijd. En ik had toen duizend hobby's. Dus ik deed gitaar, piano spelen, uh, schilderen, whatever. En uh, haken zag ik bij mijn schoonmoeder toen, die had twee knuffeltjes gehaakt. Ik zei van dat is leuk. Uh, kan ik dat ook niet even proberen? zo de hobby. Ze zei, ja, dan moet je dit en dit en uh, haken heet dit. Oh oké, okay, nou dan ga ik wel even opzoeken. En uh, nou ja, vanaf dat moment was dat een obsessie en is nooit meer gestopt. <laughs> en had je altijd, maar hoe had je zoveel hobby's dan? Ja, ik ik, 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 ik ben ADHD, dus als ik oh ja en keer, proud of it of niet? Ja, why not? <laughs> <laughs> ik vind het altijd lastig, weet je wel? net zoals Gen Z, van uh, dit is ja. ver vergeleken met dit en dit. En maar wat ik vind heb je er nu ge vijf geïnterviewd ge en twee hebben de stempel ADHD. Dat is verhoudingsgewijs best veel. Van de Gen Z'ers. Ja. Oh, zo, ja. Ja. Uh, ja. Ik vind stempels lastig. Hmm. Ik, uh, ik ben druk in mijn hoofd en ik heb op de middelbare stempel gekregen ADHD. En je krijgt een medicatie en uh, hele ramboom. Ja, Nog steeds? Ik kan er niet zoveel mee. Uh, nee, nee, ben, oh. ben, ben ik snel mee gestopt. Heel goed. Ja, ja talent, man. ADHD. Whatever it is, zeg ja. maar. Het is ja, uh, Ik ben heel snel afgeleid en ik heb uh, dingen niet allemaal uh, overzichtelijk in mijn hoofd. Maar ik heb daar wel mijn tools en handvatten voor gevonden. Dus, nou, uh, leg eens uit. Wat zijn die dan, tools en handvatten? Uh, To-do-lijstjes, vooruitplannen. Um, überhaupt al het feit dat ik weet dat ik zo ben. Dus uh, ja, ja. onderzoeken hoe ik dat kan tackelen en uh, ja, daarmee aan de slag. Dus twee jaar geleden, schoonmoeder, was aan het haken. Uh, ja. en, je, en waarom werd je er zo door gegrepen? Wat is er zo leuk aan? Um, ik denk in eerste instantie, omdat uh, terugkomend op die ADHD, dat het mijn hoofd rustig maakte. Ja. Dus waar ik eerst dacht van, oh my god, hoe, hoe kan je dit doen? Zeg maar steek voor steek, word je niet helemaal gek? Um, verloor ik mezelf daar helemaal in op een goede manier. Een dus, meditatie? Uh, meditatie, therapie iets. Ik had, ja. uh, kon series kijken op Netflix voor de tv. En dan moest ik tegelijkertijd nog iets anders doen, want één prikkel was niet genoeg. <laughs> en dus dan was het een tv en een telefoon en een Instagram scrollen wel. En uh, op een gegeven moment was dat alleen nog maar een tv met youtube filmpjes en tutorials van haken en mijn haakwerk in mijn hand en op een gegeven moment was dat alleen nog maar mijn haakwerk in mijn hand en kon die tv uit en ervaarde ik een soort van oase van rust en ik denk ja dit is, dit is wel echt heel nice en wanneer kwam je op een punt dat je denkt van dit moet gaan delen of je moet iets mee want wat deed je in die tijd even daar hebben we het nog helemaal niet over gehad nee Vo, maar voor haakspot <laughs> ik had een uh, marketing agency had een marketing agency ja had Zelf. Het? ja uh, met mensen en zo uh, met een team van freelancers oh, oké okay. ja. Ja, copywriters voornamelijk. Copywriters, uh, iemand die grafische vormgeving deed en uh, social media. Wat doen copywriters vandaag de dag nog met AI? Heel veel. Oh, ja, sorry. ja, ja. ja het, menselijke uh, het menselijke, aspect in teksten toch wel terug laten komen. Oké. Okay. Ja. Dus dat deed je. Uh, was dat een BV eenmanszaak? Wat was dat? Eenmanszaak. Eenmanszaak. En ja. had je freelancers om je heen? En hoe heette ja. dat bureau? Paula produceert. Paula produceert. Ja. Uh, en voor wie deed je dat? Uh, voor verschillende soorten klanten. Als, als we even zeg maar lang verhaal kort nee, terug gaan in de tijd. Lang verhaal lang, ja. Lang verhaal lang. Uh, ik ben begonnen bij tv, dus uh, als producer eigenlijk hey? achter de schermen. RTL Late Night en uh, RTL Boulevard. Uh, daar ben ik muziekproducer geweest een tijdje en uh, heb ik de productie achter de schermen van de live show van uh, RTL Boulevard gedaan. Aha. Um, en uh, eerste instantie als stage, daarna blijven hangen als freelancer. En uh, vond ik leuk alles achter de schermen regelen, maar toen wilde ik wat meer inhoudelijk doen. Mm -hmm. Dus toen uh, ben ik uh, gestart als redacteur voor een heldplatform van RTL. Healthy Fest heet dat. Volgens mij bestaat het niet meer. Was sponsorprogramma of um, had? Uh, het was onderdeel van RTL. Dus ah, er was okay. een festival aangekoppeld. Dat werd geproduceerd door een externe partij. En het uh, platform zelf dat stond vol met uh, informatie over held. Dus uh, okay. gezondheid, voedingssport, deelde podcasts, interviews van alles nog wat. Okay. En ik, ik runde dat, zeg maar. En uh, deed ik vier maanden in dienst, en toen was ik uh, nou niet zat, maar ik vond het wel lekker om gewoon weer even meer die vrijheid te hebben. Mm -hmm. Dus toen um, heb ik me ingeschreven bij de KVK als freelancer, eigenlijk freelance, whatever, iets in de media. En uh, wie ja. je wil, die kan me boeken. Ja, ik weet, dat was een business plan. Ja, dat was, nee, dat was niks. Ik heb sowieso nee. nooit in mijn leven plannen gemaakt. Dus nee, dit nee. is gewoon, dus dat ging zo. Ik wilde dat, ik vond het leuk en je uh, rolt van het een in het ander. Ja, zo gaat dat dan. Ja, ja. I know. ja, ja. <laughs> dus um, ja, freelance Redacteur, journalist, uh, af en toe nog bij tv-productie gedaan. Heb je en... studie gedaan daarvoor eigenlijk? Ja, ja, nu heet het Creative Business... en toen was het um, Media, Informatie, Communicatie in ah, ja. Amsterdam. Oké. Okay. Okay. Ja. Um, maar um, ja, dus dat. En toen... Eigenlijk was ik toen... Eigenlijk, ik, ik zat toen lekker, zeg maar. Ik deed productie, ik deed redactie. Ik had de vrijheid die ik wilde. Ik had klanten, uh, ging gewoon goed. Toen kwam corona. Mm -hmm. uh, en ik produceerde toen aan een festival... En dat kwam stil te liggen. Ik kon niet meer naar kantoor bij RTL, dus dat kwam stil te liggen. En, nou ja, zo. en toen dacht ik: van ja, oké, okay, wat ga ik nu doen? Um, en toen kwamen er steeds meer vragen vanuit uh, bedrijven: van hé, hey, kun je ons helpen met teksten schrijven? Uh, Klandizie neemt af, dus we moeten betere teksten op de site. We willen wat meer ons gezicht laten zien. En uh, ja. zo. En toen was er eigenlijk te veel werk voor mij alleen. En toen ben ik mensen gaan zoeken om me te helpen. En uh, zo is het steeds verder. En die zette jij dan goed. weg en daar ja. verdien je dan nog een kickback ja. op, zeg maar. Verdien ik een goede marge op, ja. En uh, ben jij een goede organisatie? Organiseer jij zelf als freelancer in die tijd goed? Zeg maar qua boekhouding en administratie en facturering en verzekeringen en weet ik veel wat er allemaal bij komt kijken. Nee, nee. Ik vind het ook vreselijk om me daarmee bezig te houden. Hm. Toen in die tijd was ik daar ook zo min mogelijk mee bezig. Het was wel toen ik me inschreef bij de KVK, ben ik gelijk een boekhouder gaan zoeken, want dat was echt uh, niet voor mij. Dat is nu heel anders. Zeg maar, nu ik echt een bedrijf aan het bouwen ben, ben ik daar gigantisch mee aan de slag. Maar mm -hmm. toen, uh, toen niet. Dus, um, en daarom ben ik daar ook wel uh, steeds meer minder in gaan doen. Zeg maar, met dat freelancen en het agency ja. regelen en alles en nog wat. Want op een gegeven moment was ik steeds minder zelf aan het schrijven en interviewen. Maar was ik steeds aan het managen. Uh, en dat vond ik op zich wel leuk. Maar ik was er gewoon heel slecht in. Dus ja. uh, de, ik vergat dingen en uh, <laughs> deadlines gingen niet goed. En als ik een afspraak maak, dan kom ik hem altijd na. Mm -hmm. uh, ik haal deadlines ook altijd. Als het zeg maar op mezelf mm -hmm. betrokken is. Maar op het moment dat ik dan verantwoordelijk was voor andere mensen en zo, dacht ah, <laughs> ik van. Het, 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 het was eind corona. En, dat, en was je zoekende naar een soort van: hoe, wat ga ik veranderen of zo? Of? Nee, helemaal niet. Allemaal nee, ik kwam echt op mijn pad. Ik kwam echt op je pad. Uh, ja, ik sta gewoon altijd voor alles open. En ik denk op dat moment deed ik dat. Drie, vier jaar of zo. En het ging steeds een beetje beter en steeds een beetje groter. En hmm. uh, vond ik hartstikke leuk. Toen kwam corona, kwamen we thuis te zitten. Ja. avondklok en dat gezeik. Ja. En toen begon ik me te vervelen. Dus had ik al die hobby's. <laughs> uh, waarvan elke hobby misschien twee, drie weken bleef of zo. En toen kwam haken. En zoals was ik aan het haken. En op een gegeven moment was ik alleen nog maar aan het haken. En dat. Paula produceert, daar had ik steeds meer zin in, merkte ik Je vooral. wilde gewoon haken. Ja, en het was niet dat ik ervan af wilde of zo van de Paula produceert. Ik vond het niet stom, maar ik vond haken gewoon veel leuker. Ja. Yeah. En, uh, en toen ben ik gaan ja, nadenken waar je er nog meer mee kon? Niet eens. Nee, oh. ik ben het gewoon gaan combineren. Dus ik deed eigenlijk allebei uh, non-stop. Maar toen ben, je, want toen ben je het wel gaan laten zien online dat je haken ja, zo tof eigenlijk vindt? eigenlijk wel vrij, vrij snel. Omdat ik gewoon zelf in shock was van wow. Mijn oma deed dit altijd en ik dacht echt dat het super duf was. En nu doe ik het zelf en nu vind ik het het allervetste ooit. Dus ze en... zullen we wel meer vinden misschien? Niet eens over nagedacht. Ik maar wilde het wij begonnen te uiten dan, online? Dus ja, sorry. ik wilde het gewoon delen. Ik maakte dingen. En maar staat dus dan uh, of wat? Ja, Instagram. Ja. Instagram en TikTok. Eigenlijk begon ik op TikTok. En dat ging als een jekko, omdat ja, het algoritme pakt dat supergoed op. Um, en toen merkte ik dat ik vond TikTok wel leuk maar ik raakte er zo verslaafd aan dat ik dacht van... Oh, dit is niet goed voor me. Mm -hmm. uh, toen ben ik toch... toch een beetje Gen Z. Toch een beetje Gen Z. <laughs> uh, uh, toen ben ik teruggegaan naar, uh, naar Instagram. Heb ja? ik daar een profiel geopend. Ja. Ben ik daar dingen op gaan delen. Um, en uh, zo is eigenlijk verschoven van TikTok naar Instagram. Was het er al? Dat, dat er, was, er nog geen, was er globally nog geen jong, type Gen Z-achtig iemand met haken bezig? Globally, absoluut wel. Het is maar in, mega. Maar, ja? Ja. maar in Nederland dus nog niet. Nederland minder. Niet okay. zo, zoals ik het doe. Dat sowieso niet. En wanneer had je het idee van dit wordt, kan er wel eens iets van business worden? Um, ik begon met het delen van uh, filmpjes en dingen. Daar werd goed op gereageerd. Ja. Toen vroegen mensen... wil je dingen voor mij haken op aanvraag? Dus tegen betaling. Dat ben ik toen gaan doen. Dat vond ik zo rete veel tijd kosten... dat ik dacht... Ja. Ik kon het niet combineren met Paule Produceert... maar ik dacht, ik wil hier meer mee doen. Maar als ik hier meer, meer mee doe... dan heb schaalbaar. ik geen geld. Nee. Dus... Ik moest wat. En toen dacht ik, oké, okay, fuck it, ik ga gewoon een atelier huren. Ik gooi al mijn spullen erin. Want Lau, mijn vriend werd ook helemaal gek tijdens van al die bolle wolen op de bank en in de koelkast. Toen ben ik een atelier gaan huren. Niet in de koelkast. Overal kwamen ja. ze tegen. Ja. En toen um, daar is het eigenlijk begonnen. Dat ik gewoon, ik wist niet wat ik ging doen, maar ik wilde gewoon de hele dag alleen nog maar haken. En alles wat ik deed, ben ik gewoon gaan delen. En uh, van het verkopen van topjes is het overgegaan naar hé, hey, maar Paula, hoe haak je dan? Wil je het mij leren? Zijn instructievideo's geworden en zo is dat verder gegroeid. Um, dus eerst instructievideo's, later workshops gegeven en uh, daarna honderdduizend dingen nog. En nu? Want dat is wel een risicootje met jou, hè. Dat je dat honderdduizend dingen ja. Uh, karaktertje. ja. Want wat status, waar sta je nu? Even, in, even inhoudelijk, qua kanalen, ja. content. Wat, wat doe je allemaal En zo meteen een stukje business? Ja, op dit moment hebben we een webshop die ja. uh, vol staat met haakpatronen en pakketten. Laagdrempelig, zodat iedereen ermee kan starten. En die patronen heb je zelf gemaakt of heb je die ja. ook ingekocht? Ik uh, laat ik zeggen 50-50. Ik heb okay. de helft zelf gemaakt. De helft besteed ik uit aan andere ontwerpers. Um, op TikTok. Zeg maar TikTok en Instagram bij elkaar. We hebben nu 22.000 volgers. En ik heb een uh, Discord-server met 700 leden. Oké, okay, is die actief? Ja, zeer actief. Elke dag uh, is daar heel veel uh, gaande. Ja, ja, en ben je daar oh, ook eigenlijk. Ik vergeet het belangrijkste, een membership. Sinds vorige maand live. <laughs> hoeveel members heb je al? <laughs> nu 30. Oh, geweldig. Ja. En heb je, je zei, had het ook over training en, uh, en uh, uh, workshopachtige dingetjes? Ja. Heb je daar een online programma al voor? Uh, hoe bedoel je? Nou, ik kan me voorstellen als jij achter een slotje zegt van... ...joh, je hebt, weet ik veel, twintig lessen van Paula over hoe je moet leren haken. Ja, we hebben cursussen. Oké. Okay. Ja, dus in de webshop vind je ook nog cursussen, patronen, uh, ja, haakpakketten. En kom je er af en rond? Nee, ik stop alles weer erin. Ja? Ja. Maar wat, wat, hoeveel geld gaat er al doorheen? Is dat nog klein? Ja, ik, het ligt aan waarmee je het vergelijkt. Maar zeg maar, uh, ik heb begin dit jaar in, de, in het voorjaar... Heb ik ...mijn eerste lancering gedaan van mijn eerste collectie. En dan was het... 4.500 euro per maand omzet. Yeah. Alleen van de shop. Yeah. Um, nu zijn we weer opnieuw aan het bouwen. Dus we zijn. Vanaf dat moment hebben, hebben we steeds een paar patronen gelanceerd. Dus dat waren steeds kleine lanceringetjes met misschien 1000 euro omzet of zo. En nu zijn we bezig met het membership. Omdat ik graag een ja, recurring inkomensmarkt heb. Ja, ja, ja. En ik voel dat ik de community dan beter kan bedienen. Um, en dan is het plan om volgend jaar vier leden te hebben. En het betalen? 14,50 per maand. Oké. Okay ze zou richting ik kan die rekenen voor zo'n vijf zesduizend euro zijn per maand met alleen members met alleen members en okay. we gaan webshop ook nog wel uh, wat heb plannen je, uitrollen de, de, maak jij iets van een cijfermatig plan voor jezelf tot uh, een maand geleden niet maar ik heb nu een coach en die zegt dat ik dat moet doen <laughs> dus ik heb al mijn plannen nu wel klaar staan <laughs> ja want want uiteindelijk want Paula produceert doet dat nog wat ja een beetje okay. dus uh, echt een heel klein beetje ik heb twee vaste klanten waar ik nog een paar uur per week voor doe dus dat komt uit op zes tot acht uur per week of zo en de rest is uh, 60 uur uh, haakspoed. En uh, hoe bouw je uh, wat zijn randvoorwaarden van een succesvolle community? Want ik heb wel het idee dat straal je wel uit, niet dat ik nou diepgavend onderzoek heb gedaan, maar als ik er zo een beetje lang struin en ik bekijk het allemaal zo'n beetje, dan is het echt wel een soort uh, gathering van gelijkgestemden. Wat zijn ja. de randvoorwaarden daarvan om een goede community te richten, in te richten? Ik denk dat de mensen uh, uh, het gevoel hebben dat ik hun beste vriendin kan zijn. En eigenlijk ben. Want andersom zie ik dat hetzelfde. Maar voor mij is haakspot en het delen... waar je eigenlijk net naar vroeg... is voor mij ontstaan omdat ik gelijkgestemde zocht... en die niet in mijn omgeving had. Mijn vriendengroep bestaat uit alleen maar mannen. Dus dat is sowieso... Ik ken geen één man die haakt. Ja, nu een aantal door wat ik nu doe, maar... Ik zag een workshop voor mannen. Klopt, ja, dat was marketing. <laughs> Dat was één foto. Ja, dat was marketing. Ze <laughs> dus we hebben daar wel een serie van gemaakt. Ik, zei, ik had gewoon tegen, <laughs> tegen een vriend gezegd: Joh, Rob, kan je niet even komen haken? En uh, trok me even wat vrienden op en dan uh, doen we dat. Dus uh, ja, mijn doelgroep is eigenlijk wel uh, voornamelijk vrouwen. En die vinden het natuurlijk heel leuk om naar hakende mannen te kijken. Ja. Dus het was meer een stuntje. Maar uiteindelijk deden ze het beter dan ik had verwacht. Ja. Ja. Is het iets voor mannen? Ik vind het van wel. Ja. Ik denk, dat, nou, ik denk dat iedereen het gewoon een keer een kans moet geven. Nou ja, het heeft misschien ook los van het feit dat je dingen maakt of creëert en dat er iets creatiefs in zit, heeft het natuurlijk absoluut een link met, uh, met meditatie volgens mij. Ja. ja. Uh, kan ik me voorstellen dat je in een soort cadans uh, komt als je... jij ja, kent geen ervaring, maar uh, daar kan ik me zo voorstellen. Ik denk dat de vraag meer is ook van, stel als man zijnde, wat ga je maken? Want uh, als je kijkt naar wat wij voornamelijk maken met de community, dan is het wel kleding, accessoires, tassen en dat soort dingen. Ja, als man zijn je kan een onderbroek gaan haken, maar goed, ik weet niet hoe, hoe gelukkig je daarvan wordt. Kan. Uh, dus dat is het meer van. Het heeft minder echt een concreet doel en voor Krijnig vrouwen. Ik beelden. <laughs> maar goed, als vrouw zijn dan kan je alles maken, ja. weet je wel. Je komt ja, met een ja, ja. kraamcadeautje, je maakt een knuffeltje. Er ja. is iemand jarig, je geeft een pannenlap. Uh, en een man kan dat natuurlijk ook doen, maar dat is toch anders. Ja, tijden veranderen toch? Ja. Alle mannen zijn welkom. Ja. Ja. Wat zijn de ambities met... Uh, met uh, ja, ik weet het een lastige vraag is voor je, maar ik stel hem toch. Je hebt nu een coach, dus dan moet je er toch aan werken. Maar als we wat, wat worden de stappenplannen? Wat wordt het uitbouwplan? Ja, we, nou, we zijn begonnen als uh, de leukste plek voor jongeren om te leren haken. En toen zijn mijn vrienden ineens van... Ja, maar Pau, je bent 27, dus je bent zelf eigenlijk ook geen jongeren meer. Toen dacht ik... Ja, kut, dat is wel waar. Want de doelgroep is nog jonger. De doelgroep is, uh, begint van 12. Eigenlijk de TikTok-gebruiker, nou 12 is eigenlijk te jong, maar de doelgroep is 12 tot 35. Dus uh, jong, jong, hoe jong maakt niet uit tot 35, want ik, dat, dat is het gat wat ik opvul. Daar was niks voor in Nederland. Een 12 haken. Absoluut. Ja? ja. Ik heb een tijdje op beurzen gestaan om workshops te geven en uh, het grootste publiek was daar rond de 12, 12, 15, zoiets. Um, vaak ook wel moeders die zeiden van uh, kom, we gaan dit gewoon nu doen en uh, proberen het eens. Hm. En dat ging heel goed. En uh, als je mijn doel voor de toekomst zou zijn nu voor het haak om te zorgen dat jongeren en nieuwe generaties eigenlijk weer kennis maken met zelf dingen maken mm -hmm. en weg van de schermen, mm -hmm. maar het zou mijn ambitie zijn om dat met verschillende offline hobby's te doen. Dus uh, als je het hebt over haak heb je al gauw over breien. Pottery is heel, uh, heel groot aan het worden. Dus uh, ja, Een paar hele succesvolle social kanalen. Van, Fantastisch. Uh, van, ja. ja, en iedereen heeft dat in huis. Weet je, dus alles wat wat je potentieel in huis zou kunnen hebben, wat je normaal gesproken bij de winkel koopt, of de kleding die je normaal gesproken in fast fashion zou kopen, gaat zelf maken. En uh, ja, daar, de plannen kunnen daarin eindeloos zijn. Want dus het dus aan de het... ene kant hoor ik een paar keer het weg van het scherm zitten, ja. boodschappen in wel bij jou volgens mij. Ja. Uh, en het soort van ambachtelijke uh, van zelf dingen maken. Uh, het ambachtelijke van zelf dingen maken en je eigen creativiteit gewoon weer eens ja. uh, ontplooien. Want heel veel mensen Durven dat ook volgens mij niet te doen, of ze zeggen al gelijk, nee, maar ik ben niet creatief. Mm. En denk, hoe weet je dat? Wat is, wat, wanneer was de laatste keer dat je iets hebt gedaan. wat potentieel creatief zou kunnen zijn? En dan bedoel mm. ik niet denken in oplossingen, mm. maar uh, tekenen of uh, ja, iets, iets creëren. Mm -hmm. En sta ervoor open om het gewoon eens te proberen, weet je wel? En eigenlijk iedereen die ik heb gesproken of die ik heb leren haken. die van tevoren zei: ik weet niet of het iets voor mij is, die zei van. Joh, ik had nooit verwacht dat ik dit kon. En ja, dat is natuurlijk fantastisch als je dat helemaal aan jongere generaties kunt, uh, kunt overdragen. Maar straks ben jij niet meer jong. Nee, maar ik ben nog wel een nieuwe generatie, want ik ben een Gen Zier. Mag ik je voor dit gesprek, Paula? Ja. En ik wens je heel veel succes uh, met het uitbouwen van, uh, van Haakspot. En super leuk die jij mijn gast was. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren naar uh, weer een prachtig gesprek op 7 tv Ik maak meerdere gesprekken met Gen Z'ers. Waarom? Omdat je beter met ze kan praten dan over uh, Dus als je er nog meer wil zien, uh, kijk op 7D-TV of luister naar 7 tv naar de podcast. En vergeet niet, hè, abonneren. Laat reacties achter onder deze video. Of als je naar de podcast luistert, laat eens een keer een review achter. Achter, dan weet ik wat jullie van 7D vinden. Groeien we samen en uh, daar worden we allemaal blij van. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Hoi!